Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Ik ben Find the Creator en vandaag wil ik het met jullie hebben over het ondernemen. Hoe lang, black people, gaan we toestaan dat letterlijk de kaas van ons brood wordt weggegeten? En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is, we moeten een klein beetje ons meer gaan doorontwikkelen om ook in het ondernemen te groeien. We leven hier in Nederland. Het is werkelijk een belastingparadijs. Wist je dat als je werknemer bent, wil zeggen je bent in loondienst bij een baas. Je bent niet je eigen baas. Dat je het slechtste, het, in de meest slechte vorm, je geld verdient. Ons belastingstelsel is gemaakt... Om ondernemers, mensen, hun eigen, mensen die eigen baas zijn: het zijn ZZP'ers, mensen die BV hebben, een VOG enzovoort. Het is gemaakt om jou zoveel mogelijk geld in je zakken te behouden. Dus hoe lang wil je in loondienst zijn? 30 jaar? 40 jaar? Zogenaamd, we zijn pensioen aan het opbouwen. Maar we zien dat wanneer de pensioenfondsen moeten uitkeren vandaag de dag. Dat er geen geld meer is. Of er is geld. Maar hoe lang is je pensioen al niet verhoogd de afgelopen vijf jaar? 2020 komt eraan. Mijn, mijn wens is voor iedereen om de volgende stappen te gaan maken in hun leven. Heb je een idee? Ben je die hosselaar? Weet je? Misschien maak je koeken. Tsunamische koek. Misschien is je eten gevaarlijk. Mensen zeggen je moet gaan verkopen, gaan verkopen. Misschien ben je handig, misschien ben je een goede spreker. Blakasma, ik zeg altijd wanneer het op zwarte mensen aankomt, toch? En ik snap dat mijn publiek vrij donker is, maar eigenlijk is het universeel voor iedereen toegankelijk. Zwarte mensen zijn verschrikkelijk goed in het organiseren van zaken. En waar het bij ons om gaat, dat ik heb gemerkt, is niet altijd, we moeten elke euro eruit proberen te persen. Nee, we ondernemen of we handelen met Atti. Dat wil zeggen met hart. We zijn gemoedelijk, we zijn warm. We zouden niet willen dat, 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 dat uh, nonsens met ons wordt, 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 wordt aangedaan. Dus precies zo gaan we niet handelen. We weten dat de volgende dag. Gaan we, we gaan elkaar weer tegenkomen, toch? Dus hoe we als persoon al zijn van warm van hart, we zijn niet ijskoud. Precies hetzelfde zie ik ook terug in het ondernemerschap. Ik heb de afgelopen periode. Ben, veel, ben ik bij veel zwarte ondernemers geweest. Je ziet het ook op mijn kanaal terug. De, de, in, de Big Indoor Market bijvoorbeeld, in het I AM Jong gebouw in Amsterdam-Zuidoost in het Poortje. Um, daar zie je veel onder. Ik zou zeggen, ga naar dat soort plekken toe. Ga naar die Indoor Markten toe. Ga naar die foodfestivals, waar zwarte mensen staan met hun kraampje. Ga ze vragen, gaan ze zeggen, gaan ze vragen. Hoe ben je begonnen? Vaak gaan ze je vertellen, ik ben uit mijn eigen keuken begonnen. Een bestelling hier. Een bestellingje daar. Op een gegeven moment wordt die keuken te klein. Je wilt groeien. Nou, dan ga je misschien samenwerken met iemand die een professionele keuken heeft. Je huurt het maandag, dinsdag, woensdag. Of je maakt afspraken daarover. Uiteindelijk waar het om gaat is wij moeten snappen dat ook in onze zwarte economie we het geld moeten laten doen wat het voor die witman doet. Gemiddeld als je kijkt welke schulden Tussen haakjes witte mensen hebben. Dat is even zwart-wit gezien. Maar je snapt wat mijn boodschap is toch? Over het algemeen als je kijkt over schulden. Um, dus technisch gezien zijn we in verhouding misschien een stukje rijker zelfs dan witte mensen. Waarom? Hun hebben minimaal een schuld van 2 ton, 2,5 ton, 3 ton bij de bank. In de min. Kijk wij huren misschien een huis, een appartement. We hebben misschien schulden. 2000, 5000, of 10.000 euro of 30.000 euro. Maar we zijn niet 2 ton in de min. We hebben niet een, 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 een huis gekocht. En we zijn niet 2 ton of 3 ton in de min. Technisch gezien zou je zeggen. Wat ben je waard. Als je bij huisontstrekker vandaag zou neervallen. Wat ben je waard. Of hoeveel ben je daadwerkelijk in de min. Staan we er eens niet zo slecht voor. Dinkatori. Maar over het algemeen hebben ze een, een hypotheek. Misschien een auto die wordt geleased. En misschien een klein beetje spaargeld. Precies dat moeten we doen. Waarom zou je elke maand huurgeld weggooien? Want dat is letterlijk wat je aan het doen bent. Regel je zaken. Zorg ervoor dat je een goed inkomen hebt. Een inkomen wat elk jaar groeit. Wees ondernemer. Ga zelf ondernemen. Wees je eigen baas. Het belastingstelsel is ingericht. Dat je uiteindelijk zoveel mogelijk geld in je eigen zak overhoudt. Waarom zou je dan voor een baas werken? Je kan bij zo'n spreken op diezelfde afdeling terecht. Als ZZP'er. Nu heb je te maken met diezelfde manager, diezelfde manager of diezelfde directeur. Maar nu is de verstandshouding anders. Je, wordt, je bent ingehuurde capaciteit. Je gaat afspraken maken. Je gaat je uurtarief bepalen. En ook de mensen die al ondernemers zijn, oké. Okay, Weet wat je waard bent. Want ik kom, te veel, ik kom te vaak tegen. Ik spreek met veel ondernemers en ik zie veel en ik hoor veel. Dat mensen niet snappen wat hun uurtarief is. Ze zijn bang om te zeggen: ik kost 40, 50, 60 of 300 euro per uur. Dus als je me iets vraagt of je mij aan het werk zet. Als de telefoon overgaat en ik doe consultancy. Dan begint die meter daadwerkelijk al te lopen. En dan moet je niet bang zijn wanneer je die factuur opstelt en stuurt. Want dat is nou eenmaal wat je waard bent. Wees wat je... Weet wat je waard bent. Wees niet bang. Een ander voorbeeld. Hoe vaak komt het voor? En dat is omdat ik jaren geleden al door had... Wacht even. Ik weet wat ik waard ben. Ik weet dat ik in mijn mars heb. Ik kom zelf uit de ICT. Dat doe ik voorlopig even niet. Maar ik ben ICT'er. Al vrij jong had ik door... Dat wanneer je... In de werk wil zeggen dat je onder contract staat bij een partij en je wordt uitgehuurd bij verschillende bedrijven. Ik heb voor veel grote multinationals gewerkt, aan Danone, noem maar op. Voor veel verschillende bedrijven. Ik word uitgehuurd. Lease auto onder je kont, prima. Die detachers betalen, betalen sowieso al beter dan dat je in loondienst bent bij een bedrijf. Maar wanneer er erop aankomt, heb je hebt ergens op gesolliciteerd en nu komt het contract op tafel. En ze vertellen jou, dit is wat je gaat verdienen. En je zegt ja en amen. Ik wil je klappen tegen de vlakte. Over de afgelopen 16 jaar, 15 jaar dat ik al werk, is geen enkele werkgever die mij heeft verteld, dit is wat je gaat verdienen. Sterker nog, ik moet het corrigeren. Eén die me vertelt, heeft verteld. Dit is wat ik je kan geven. Waarom? Het is een black-owned business die ik verder probeer te helpen. Omgekeerd ben ik degene die vertelt: Dit is wat ik wil verdienen. Dit is bruto wat ik wil verdienen. Dit is of mijn uurloon wat ik wil verdienen. Vorig jaar, twee jaar geleden nog. Sterker nog, ik heb mijn bruto uurloon ter uitzondering in mijn CV gezet. Om kaf van het koren te scheiden, toch? Dat niet iedereen je belt van... Ja, ik heb een functie voor je 2000 bruto per maand. Precies op mijn kussen draai ik mezelf nog een keer om. Want je gaat me niet uit mijn bed krijgen voor 2000 euro per bruto per maand. Ben je para. Maar goed. Ik zet mijn bruto salarisindicatie op mijn cv. Nu. Nee. Eerste gesprek, tweede gesprek, mooi. De Nu komt contract. Nu zie ik in dat contract staan het bruto salaris... Wat ik momenteel verdien. Dus wacht even. Je wilt me hebben. Jij wilt me hebben. Ze hebben al aangegeven. Ik wil je, Varello. Professional. Blakasma. Intelligent. Werk goed. Ik heb een goed cv. Jij wilt mij hebben. Maar je gaat hetzelfde, diezelfde salaris overnemen wat ik in mijn cv heb staan. En dat is wat je me gaat aanbieden. Dat is geen aanbieding. Het is niet iets waar ik over na ga denken. Oh, 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 nu had die detacheerder al gezegd, voor dit bedrag ga ik akkoord per maand bij de opdrachtgever. Dat werd tegen mij gezegd. Daar zijn ze mee akkoord gegaan. Wel, ik heb hem gezegd, je zal opnieuw contact met ze opnemen. En ze vertellen dat ik niet voor dit bedrag aan de slag ga. Ik ben totaal niet, waarom zou ik mijn situ huidige situatie veranderen? Het werk was leuk, leuke werk, uitdagender. Maar ik ga altijd groeien. Elke werkgever waar ik gewerkt heb, ga ik altijd minimaal een barkie, bruto, per maand omhoog. En dat heb ik tegen hem gezegd. Ik weet niet of het gaat lukken. Vijf minuten daarna heeft hij gebeld. Het was geregeld. Dat is wat ik bedoel met, je moet weten wat je waard bent. Laat geen enkele werkgever je vertellen, tenzij je voor de Albert Heijn werkt en 16 jaar bent. Dit is wat je gaat verdienen. En je gaat nooit achteruit. Op je bruto uurloon of je bruto maandloon. Als het niet die functie is voor jou, wacht. Wacht. Want er gaat iets op je pad komen wat perfect aansluit. Alleen moeten we het vaak beproeven. Vaak zijn we ongeduldig. Vaak maken we ons zorgen. De huur moet betaald. De kinderen moeten eten. Enzovoort, enzovoort. Maar je ontneemt jezelf waar jij recht op hebt. Je hebt een jaar, twee jaar, vijf jaar gewerkt voor een baas. Voor een bepaald bruto maandloon. Waarom zou je akkoord gaan met minder? Je bent gegroeid in kwaliteiten, gegroeid in ervaring. Het bedrijf geeft aan ze willen jou hebben. Nee, je, zo, je doet werkelijk jezelf tekort. Dus als je, als je in, 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 in um, dienstverband bent, weet wat je waard bent. Ik zeg het jullie. En ik, ik kan het nu zo brengen, maar ik heb het daadwerkelijk beproefd. Want ik heb ontdekt dat er daadwerkelijk ruimte is om te onderhandelen. Zelf, één keer zelf. Wat was het? Wat was het? Ik weet niet. Ik heb zo'n achterlijk bedrag genoemd. Ze gingen akkoord. Snap je? Dat je maandelijkse inkomsten met een 3 barke bruto of een 4 barke, 5 barke bruto kan stijgen. Ze gaan akkoord. Weet wat je waard bent. In Nederland, nogmaals, het stelsel is gemaakt zodat we kunnen ondernemen. 2020 komt eraan. Black people. Wake the fuck up, Surinamers. Wake the fuck up. Met alle respect. We zijn zo goed in al onze kwaliteiten. Blinken we zo voortreffelijk uit. It's who we are. Het is het talent wat we hebben. Ga het inzetten. We de mensen je motiveren? Luister naar ze. Luister naar mensen die je motiveren om in beweging te komen. Ga zoeken wat jouw markie is in het leven, je doel. En ga dat vervolgens doen. Ik zeg wel erbij, je bent geen ondernemer vanaf dag 1. Rustig aan, je gaat dat proces leren. Je gaat mensen tegenkomen die je tips en trucs gaan geven. Nou man, doe het zo. Of zo en zo. Haal die druk weg. Haal die druk als je met het idee speelt. Haal die druk weg, poering. Want je gaat het leren. Je hoeft niet direct naar de Kamer van Koophandel te re rennen. Om je KVK aan te vragen bij de belasting je, je BTW-nummer. Tranquilo. Begin eerst je gedachten te ordenen. Delen met die mensen. Om je heen. De een zal kritisch zijn. Slaat op. Misschien stappen ze je hele plan niet. Maak niet uit, laat ze eens uitspreken. Je neemt het mee. Maar je gaat stappen zetten. Die koek die je altijd gratis maakt voor mensen op feest. Degene die het feest heeft, gaat die persoon vragen: Weet je wat? Ik hoef geen geld te verdienen. Maar minimaal, dek even die kosten. Anna was 7 euro van tientje om die, om die, om die doet te maken. Het is oké okay, hoor. Want vaak ga je zien dat het oké okay. Zo ga je langzaam een beetje je waarde bepalen, je waarde stellen. En dan ga je leren om een ondernemer te worden. Want een ondernemer is iemand. die op een bepaalde manier kijkt. om buiten te kunnen maken. Kijkt om mogelijkheden te zien. om situaties te creëren. om te kunnen ondernemen. om te kunnen voorzien. in een product, in een dienst. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je leert het. Haal die druk weg. Maak het niet te groot. Ga samenwerken. Ga je, ga je informatie zoeken. Bij die zwarte ondernemers die je om je heen ziet. Dat nummer toch? This is America. Zien die jongen niet? Black men, get your money. Black men, get your money. Het is mijn boodschap voor jullie. In deze korte video. Get your money. Want je, je, je prepareert jezelf voor succes. Je maakt je buit. En de mensen om je heen, inclusief jezelf, gaan daarvan profiteren. Jezelf. je significant other, je kinderen. Geef het goede voorbeeld. Het begint toch echt bij jezelf. Doe wat met je ideeën, doe wat met je plannen. Veel succes. Black man, get your money. Bedankt voor het kijken. Dit was een aflevering van Fine Creator. Vind je mijn boodschap krachtig? Wil je meer van mijn content zien? Zal leuk zijn. Ik wil je vragen om te abonneren op mijn kanaal. Laat een like achter. Of een comment below en ik zie je graag tot de volgende aflevering.